Hallo, goedemiddag. Welkom. Mijn naam is Sering Yampa. Ik ben hier namens International Campaign for Tibet. En natuurlijk ook Tibetanen in Tibet. Want het is buitengewoon belangrijk vandaag dat wij de Tibetanen in Tibet in onze gedachten hebben. Want vandaag is de dag dat wij hier in de Vrije West vrijheid gaan vieren. En die vrijheid is ontwijken in Tibet voor Tibetanen. Het Nationale Comité voor 4 en 5 mei heeft vandaag als motto: vrijheid geef je door. Een beter motto kan ik me niet voorstellen. In Tibet is geen vrijheid. 5 jaar na de bevrijding van Nederland, Tibet werd bezet door communistisch China. 60 jaar lang blijft Tibet nog steeds bezet. En Tibetanen, een dagelijkse, moeten meemaken als een van de meest repressieve regimes ter wereld. Ik heb hier 4 Tibetaanse monniken in Nederland wonende. Ze gaan voor ons gebeden reciteren en die gaat natuurlijk over compassie en wereldvrede. En ik wil graag een heel kort aantal van de versies even voor u voorlezen. Mogen alle levende wezens geluk hebben en de oorzaken van geluk. Mogen zij vrij zijn van lijden en de oorzaak van lijden. Mogen ze nooit gescheiden worden van het zuivere geluk en vrij van lijden. Mogen ze in gelijkmoedigheid verkeren zonder gescheiden aan naasten en afkeer van vijanden. Zolang de ruimte voort bestaat, zolang er wezens in verblijven, mag ik ook zo lang aanwezig zijn om het lijden van alle wezens op te hebben. Dank u wel. Heeft onze actief inzet nodig. Talloze Tibetaanse schrijvers zitten in Chinese gevangenis. En wij willen zorgen dat vandaag dat wij 1000 handtekeningen op die petitie hebben, zodat wij eind van de maand aan de Chinese president Xi Jinping kunnen zeggen dat wij vanuit Nederland, dat de vrijheid niet alleen binnen grenzen van Nederland blijft, maar ook dat we denken aan de vrijheid van Tibetanen in Tibet en ook Chinezen. En ook natuurlijk dat de vrijheid voor iedereen in de wereld dat we vandaag in onze gedachten hebben.